Goedemiddag, het is voor mij elke week een voorrecht om op deze plek... in het meest bruisende programma van Radio 1 een column te mogen lezen... om me druk te mogen maken, bijna vier minuten kostbare radiotijd te vullen. De catchphrase van dit station is: Wie luistert, weet meer. En daar geloof ik in. Luister, verdiep je, denk na, doe kennis op, denk nog eens na en vorm dan een oordeel. En mocht je daar niet aan toe komen, een oordeel ook goed. In principe hebben we in dit land een groter overschot aan oordeel en meningen dan aan, zeg, asielzoekers of beste zangers of topvoetballers die een strafschop feilloos inschieten. Tien dagen geleden gebeurde er na al het vreselijks van de tien dagen ervoor, twee dagen geleden gebeurde er na al het vreselijks van de tien dagen ervoor, iets overtreffend vreselijks in het oorlogsgebied Gaza. Een ziekenhuis met patiënten en mensen die hoopten dat dit een plek zou zijn waar ze veilig waren voor geweld, vuur en vernietiging, werd gebombardeerd of aangevallen of geraakt. Zoals met ongeveer alles van de afgelopen twaalf dagen vond ik het alleen maar schokkend, verdrietig en vreselijk. Ik repost een oproep van Oxfam Novo, heb gericht aan Rutte en zijn demissionaire troepje. om alles op alles te zetten om een staakt het vuren te bewerkstelligen, te ondersteunen. Wat volgens mij betekent dat je alle strijdende partijen oproept of onder druk zet. om te stoppen met schieten, met raketten, met bombarderen. met grondtroepen en guerrilla. Stoppen, staakt het vuren. Al was het maar om de mogelijkheid tot praten en luisteren open te zetten. Om de mogelijkheid te vinden de gegijzelden terug te laten keren naar huis. Om de getraumatiseerde kinderen van Gaza iets van aandacht en herstel te bieden. Om de angstige bevolking van Israëlische steden en nederzettingen hun nachtrust terug te geven. Door het woord bombardement in de post, wat het op dat moment leek te zijn... riepen nogal wat boze mensen op X dat ik Israël de schuld gaf... dat ik antisemiet ben, dat ik Hamas steun, dat ik et cetera. Ik heb het gevoel dat we steeds meer verzeild raken in een warboel... van informatie, halve feiten, bewuste desinformatie... dat het er steeds minder om gaat wat er gebeurd is en waarom... maar wat je ervan vindt, ook al kun je niet weten wat er gebeurd is. In Australië kreeg de oorspronkelijke bevolking zij die er al zeker 50.000 jaar leven, zij van de songlines en de dreamtime en de band met aarde, water en lucht. Ze kregen niet de rechten die ze verdienen, omdat te veel mensen dachten dat ze de volledige macht over parlement en land zouden krijgen en dus tegenstemden. In Nederland steunen nogal wat mensen per definitie de boeren, omdat ze dan wel sterk beïnvloed zijn door de Yvonne-jasperisering van die sector, dan wel geloven dat er voedseltekorten dreigen als we de sector niet haar gang laten gaan, zoals al 70 jaar doen. En er zijn dus ook nogal veel mensen die erin slagen 2 miljoen Palestijnen in een openluchtgevangenis te zien als een soort collateral damage van de strijd tegen terreur. Niet omdat die mensen dom zijn, maar omdat dat is wat ze horen, dat is wat ze lezen. Ik ben oprecht bang dat we in de komende jaren steeds minder echt weten en ondertussen wel steeds meer gaan vinden, waardoor we steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Wie luistert, weet straks niks meer. Wat dan overblijft, vraagteken, dat zijn denk ik de waarden die je van echt belang vindt, waar je naar leeft, die gelden boven alles, die door geen nieuwsfeit of verzonnen tegenstelling worden beïnvloed. Dat je een ander niks aandoet, dat je menselijkheid toont, dat je geen geweld gebruikt of goedkeurt, dat je niet liegt om je eigen belang of winst of positie te behouden. Dat je begrip toont voor iemand die anders denkt, iets anders gelooft bij de andere club hoort. En ja, dat is vreselijk moeilijk, maar het is wel wat ons rest. Op de dag dat veel van het bovenstaande gebeurde... stond er een gedicht van mij in trouw waarin ik geen oordeel had. Een fragment daaruit. Ik wil geen mening en geen debat, geen leuze en geen vlag... geen eindeloze woordenstrijd, geen heilig boek of historisch feit... maar voor iedere een nieuwe dag. Er is geen keuze, er is geen partij, geen argument of reden. Er is geen goede kant, alleen de kant van vrede. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.